Brian Lahore, hier is Don Clark, Fergie McCormack, Ron Jardine, onder daar die groot aantal mensen op die groot paviljoen. En dan ook een held van zo'n 50 jaar terug, die Maori George Napia, wat hier die merkwaardige record heeft dat hij in 1925 een al 32 wedstrijden op die Britse Tour gespeeld heeft. Bijna ongelooflijk 32 wedstrijden na elkaar. Ook hij, George Napia, een held van 50 jaar terug, is onder die skare. Maar vandaag gaat het over die volgende 30 spelers. Wat gaan uitdraaf? Davy Snyman behou na zwak vertoning in Bloemfontein. Gerry Germers huis, die held van die eerste toets. Hoop en Oosthuis in die WP Centers. En ons spanmaat Pauvel weer achter vleuel. Gerald Bosch, 14 punten reeds geskop in die reeks. En zijn spanmaat bijval bij hem. Rampie Stander, Piston van Wijk terug in die Springbokspan. En die groot sterk man, Johan Strauss, Boland Coetzee en Kevin de Klerk. De rest van die tweede rij, Mouner van Jurden, is er misschien met de nummer 5 op je rug. Tien Stofberg, wat hier die merkwaardige prestatie heeft, dat hij in zijn eerste wedstrijd Springbok wordt. En Mornay de Plessis, wat Zuid-Afrika zal aankomen na 12 toetsen. Dan die All Blacks. We zien hoe lustig wapperen vlag daar. Nu die start door Westenwind. De All Blacks heeft voor Keith Fawcett, een jong universiteitsstudent van Auckland, als hele heel achter. Daar is de namen nou correct. Grant Batty, die vraag is van hij intijd op zijn benen blij. Bruce Robertson, groot gevaarman als buitencenter. Morgan, die man waar die drie gedrukt heeft in Bloemfontein. Brian Williams, een sterk aanvalswapen. Duncan Robertson, eerste maal dat hij loskaken speelt op die Tour. Ferry Harris, boer nummer 1, zijn naam kan ik gerust ophouden. Dan die sterk spelerij. Ken Stewart, een verrassingskeuze, omdat ze toch Everly gaan spelen. En dan Andy Leslie. All Blacks in de eerste helft is samen die wint. Hulle speel dus met die groot paviljoen aan de rechterkant. Als camera tel hem een beetje bij hulle, want nu komt die bekende strijdkreet van die Nieuw-Zeelanders, die Haka. Ook hierdie formaliteit is afgehandeld en die Springbokke wacht die All Blacks in. Links in beeld nummer 1 Rampie Stander, nummer 2 Piston van Wijk met zijn werk eraf. Nummer 3 die nieuweling Johan Strauss. En dat is Brian Williams wat hij zijn merkjes in maakt daar. Dit wil voor mij impliceren dat hij dadelijk een diep skop, dat wil zijn weg van zijn voorspelers gaan afsturen. En hoop dat die bal gedragen wordt op binnenkant Zuid-Afrika's doelgebied en waarschijnlijk onmiddellijk de inskop van Zuid-Afrika's kwartijn van afforceren. Ja, diep skop van Williams. Gerald Bosch binnen zijn kwartgebied. En going, gaan we die bal daaruit. Monnoy de Plessis. Spel gaan voort. Zuid-Afrika wordt zo indrijven diep binnen aan het halfgebied van de All Blacks. Zuid-Afrika bal. Gerald Bosch, zijn nieuwe skop. Prachtige Fadir Fawcett. Lijkt of de All Blacks onmiddellijk zal komen en gestraft wordt, een beetje onduidelijkheid, maar gestraft wordt en Zuid-Afrika krijgt alleen dit palen toe binnen de eerste minuut. Het is bij verwarrend daar, Leslie meen dat de zeebal. En dan is het toch bij duidelijke strafskop aan Zuid-Afrika. Zoals je gezien hebt, die camera die bal gevolgd en waarschijnlijk voor een laat laagvat op Gerald Bosch, waar die bal een veld afgestuurd. Die strafskop aan Zuid-Afrika. Minstens een 45 meter stop voor Gerald Bosch. Hij heeft reeds 14 punten aangetekend in hierdie toetsreeks. Hij houdt een Zuid-Afrikaanse record van 22 punten. Verlede jaar in die Franse in Pretoria. Het probleem gaan vooral wees die wind van voor.
Lek goed. En hij is net onder de palen. Fawcett. Goeie skop van Fawcett. Hier die lijn staan het buitenkant die kwartgebied van New Zealand. Buster van Wijk bij de bal kreeg voor hierdie skare van 48.000 mensen. Om eens kijken of het een diep ingooi gaan wees van Monet de Bessie, die nummer 8. Kevin de Klerk erop vat. Rijvel, Bosch, Pirouwep, Juan Oosthuizen, Gerrie Germsijs, Davy Snijman. Snijman wat die kan raakvat, die Fawcett onder druk. Goeie rolskop van Fawcett, wat voor Davy Snijman een extra linkervleugel kon keer het. Maar een goede beweging door Zuid-Afrika, trouwens een goede 2 minuten door die Springbokke. En hier die derde wedstrijd in die toetsreeks. Leslie, Lewis Stewart wat probeer weg van achterlangs. Eerste loskram. En die lang aanhou nie. Is het een vaste scrum? Nee, dat is voor optellerij van Kevin de Klerk schijnbaar in die lijn staan, ja. Hier die skop van de All Blacks. En Williams bedijen, dat is palen toe. Dat is een enorme skop. 55 meter op die minste. Hij kan min verloor door zo'n poging te waag. Als het doortrek is hij 3-0 voor. Als het mistrek, wint hij span minstens een lang en veld. Brian Williams, een van drie mannen wat laatst in Zuid-Afrika en die Zeeland op Nieuweland gebotst het, ook uitgedraf het. De ander geweest natuurlijk Ian Kirkpatrick wat de 3 gedrukt het in 1970 in die toets. En Pusten van Wijk van Zuid-Afrika. Hier is kop kom na 4 minuten in die derde toets. Mooie zwak poging. Bijvel wat het. Die bal krijgt bijna aan zijn kwartgebied. En dan rol uitskop. Hier die links dan 6 meter binnenkant die halfgebied van New Zealand. Als Paul Bijvel wat past die bal daar had uit rol skoppen. Patty wat vanmorgen eerst maar aan die bal raakt. Dat is bedoeld voor Whiting. Going wat onder druk is. Buster van Wijk bij hem. Die Springbok voorspelers leek recht. Hier die lijn staan, halfpad is in die middellijn, die Zeelandse kwartlijn. Wat de Puste van Wijk, 32 jaar oud die bal moet ingooi. Weer voor de Klerk. Hoe lang kan 7 kom help te maken voor en het deerkrij. En de steun een beetje starig bij voor Zuid-Afrika. Bijvel, naar Bosch. Gaan hij die voor die lijn breken, dat lijkt niet zo nie. Joey Morgan onder die ballen. Kent Lambert wat een boer, gesteund door Stoffberg. Beste spel zo ver door de All Blacks. Going op de grond. Joe Morgan, Rampie staan daarbij. En Bruce Robinson wat er weer voor in de schop. Fawcett wat uiteindelijk voor in de schop. Maar steeds die Springbokke wat indrijven. Hierdie type spel het ons beslist niet in Durban gezien in de eerste toets. Of in Bloemfontein in de tweede toets door die Springbokke nie. Rondgangspel. Door ijverigheid die strafskop van die Zeeland wat baie verlichting kan brengen. En Fawcett, de 22-jarige student van Auckland, gaan kantling te schop. Wordt een baie goede schop. Jager Snijman terug de brug aan zijn kwartgebied. Nieuwe goede schop van Davy Snijman hier. Die Zeeland die eerste maal in die toetswedstrijd en dat ze kort lijden staan aan beide kanten Zuid-Afrika zijn kwartgebied. Betty wat een gooi, maar niet op de 7 meter. Stoffberg wat indrijven, op die 10-3 stippellijn. Zuid-Afrika nu verder voor hem toe. Kirkpatrick met die nummer 6 wat hem daar voor een momentje gaat het. En is oor die middellijn reeds. Leslie, maar hij moet terugkomen, maar die vlek heeft reeds geblazen. Het was Boland, Mulder van Jurden, die was wat daar ingedreven ten slotte. En ik herhaal, ons het nog niet in hierdie reeks hierdie verwoede spel gezien door die voorspelers van Zuid-Afrika nie. Eerste vaste scrum, kom na bijna 7 minuten. Bijvel, zwak deur naar Pope.
Leslie bij Pope en hij is om Leslie. Skop in de handen van Fawcett. Nu moet hij een rolskop krijgen, anders is het terug voor de lijn staan. Kermis is van die bal niet kan afvat voor de groot paviljoen. Het is baie gevaarlijk, Kermis is binnen aan zijn kwartgebied. Nou loop hem vast in Stewart. Baie bal weg. Bruce Robertson is daar. Dat is uiterst gevaarlijk. Robertson is bij en hij heeft om. Gesteek door Stewart. En nou hierdie wille deurgooi. Wat nie raak gevat geword door Davie Snyman nie. Voor hem te gedribbel door Robertson. Dit word een wedloop tussen hom en Snyman. En die bal gaan gunstig spring vir hom. En hy gaan oor vir hoek 3. Hierdie 3 kom beslis teen die verloop van die spel. Maar het wys MS net weer eens teen die All Blacks durf daar geen foute gemaakt word nie. Going waar die stop gaan waarnemen. Leer even van zijn rechtervoet af. Maar de wind is van achter om door die doelman te stoot. Als die dat nodig wordt. Nee, maak hem heel helemaal om. Maar feit blij, die Zeeland is voor. 4-0. Na 8 minuten. Afrika met die wind van voor. Ze loskakel, Gerald Bosch. Hierdie hoge hangskop. Muller verheert in eerste. Is daar genoeg sprong ook om verder te nemen. Die All Blacks gooi baie mooi bal binnen in het kwartgebied. En er wordt een vaste strom. Loskop ingooi vir Byvel. Zuid-Afrika sterk op die aanval met binnen in het kwartgebied. Nummer 1, dus kan Rampie Stander. Aan de kant tuimel die scrum in 1. Dat is waar die jong. Wel die nieuweling, nie heeltemal so jonk nie, Perry Harris, 30 jaar oud. Maar hy staan teen die sterkman van Transvaal, Johan Strauss. Byvel sy ingooi. Was daar die bal in, net. Flikker roep vir Going terug. Het so die eerste vastkop gewees het. Heel goeie bal na Suid-Afrika toe nie. Byvel wat hom nie kan wegkry, vinnig genoeg nie. En van die Springbokke speel om kan. Hierdie skop kan baie verligting bring en hy besluit dan uit baie ferm in posisie daar. Going gaan self veld af skop. Davie Snyman onder druk en die bal spring baie sleg vir hom. Betty is op sy spore. En die bal gaan dood. Snyman wat gepeper word door hierdie hoë skoppe. Hierdie skop van Going wen ruim 75-3 vir die All Blacks. In skop vir Suid-Afrika. 0-4 is die Springbok achter. Een poging reeds paal toe van Gerald Bosch wat nie geslaag het nie. Bietjie weg van sy voorspelers in die skop. Whiting onderom in. Skoon van die rom. Word nie toegeken nie. Going dis kan doen. Ryan Williams wat nie geraak vat nie. Williams wat nie geraak vat nie. Karel wat in die vorige toets hier in Suid-Afrika bijna 2-3 gedruk het. Hierdie vaste scrum, 10 meter binnen aan die halfgebied van Suid-Afrika. Wedstrijd 11 minuut aan die gang, New Zealand 4, Suid-Afrika 0. Kijk of die All Blacks hard stoot, maar is toch Bosch voor die bal krijg. Wie zonder daar die breekskoppie? Fosse wat hem baie mooi raak gevat het. Tweede fase spel is nog niet gewend in een van die spannen nie. En het wordt een vaste scrum. Waarschijnlijk die Zeelandse ingooi, want hij het laatste vorm toe gedreven met die bal in die beweging wat gestrand het. Fawcett wat laatste opstaan, wat moedig onder die hangskopje ingekomen van Gerald Bosch. Suid-Afrika is het intree gebroken lijn daarin. En is een loskop ingooi, eerste maal vanmiddag. Hier Guy. Weer eens duimel die scrum in 1 aan die loskopkant van die Zeeland. Dit wil sê, daar waar Perry Harris in sy debietwedstrijd druk tegen Johan Strauss in sy debietwedstrijd. Scrum wil nie lekker vorm naar die kant nie. En
En dan wordt Zuid-Afrika gestraft. Gehakt met die kop is die tikken. Hier is scheidsrechter. Strafschop aan Zuid-Afrika. Davy Snyman. En die bal daar voor een linkskop naar de kant toe. Veilige schop van hem. Winters van voor en Snyman verplaatst het spel naar links dan 10 meter binnen het halfgebied van Nieuw-Zeeland. Kevin de Klerk op nummer 2 voor Zuid-Afrika, Hamish McDonald daarachter. Dat is het doel van Peter Whiting, mooi geklapt naar Gain. Duncan Robertson. En de Snyman weer eens onder druk, berg aan zijn kwartgebied. Zo'n hoge schop en hij trekt direct uit en terug voor een lijn staan. Lijn direct naar die punt van waar hij geschopt heeft. De All Blacks, met een moeilijke eerste 5 minuten afgeschitterd, is de afgelopen 5 minuten op de aanval. Interessant, Whiting staan heel achter die normaal uit op de Siveri aangooi. Het is bedoeld voor Whiting, daarachter. Jana Gein. Doug Bruce gaat aanslaan. Dit was Doug Morgan. Opgeteld door Stofberg naar Boran Kutsi, naar Bijvel, naar Bosch. Goeie schop van Bosch, ver af, ja, en hij trekt uit. Gerald Bosch werd minstens 40-3 win met die rolskop dwars door die veld. En die lijn staat het buitenkant kwartgebied van New Zealand. Betty is een gooi. Zoals ken ik weer diep gooi. Wel, nu het Whiting ingeval op de orthodoxe nummer 2. Losse kop. Wie is daar voor Zuid-Afrika om op te tellen? Wij vullen een beetje starig om naar die bal, wat als het bonusdier komt om niet raak te vatten. Zuid-Afrika verloren een beetje veld. 14 minuten voorbij, Nieuw-Zeeland 4, Zuid-Afrika 0. Patty, 24 jaar oud. Going. En weer eens optellerij en een strafschop. Strafschop tegen Nieuw-Zeeland. En in gunst van Zuid-Afrika. Voor optellerij in die lengte staan door Nieuw-Zeeland. Op hierdie toets, dus in hierdie, op hierdie tour, was het een van de zwakpunten zover. Die lengte staan werk. En voor optellerij in die lengte staan in die strafschoppoging wat waargeneemd geworden door Gerald Bosch. Heel wat makkelijker als de eerste kans vanmiddag paden toe. Steeds die wind, die noordwestenwind van voor. Waar hij niet moeilijkheid boort hij met die afstand niet. En die schop komt na een kwartier. Goed getreft door Bosch. 4-3. Skare sien hoe Gerald Bosch, die achterstand het krimp na een enkele punt. 4-3 na een kwartier. Weer eens Williams wat gebruik gemaakt van die wind en die bal gaan probeer doodskop. En Zuid-Afrika gaan dwing om van die 25 meter lijn of die 22 meter lijn in te skop. En daar is Bosch net buiten zijn doelgebied. Goeie schop van hem, voor alle goede schop, omdat hij laat vallen is hier Betty. Als we kijken of hij laatst aan die bal geraakt heeft en of die bal naar het Bosch geschopt er iets uitgetrekt heeft. Dat lijkt zo, want het wordt Betty's ingegooid. Dat was hij die bal niet uitgeklapt niet. Het spel is 7 meter binnenkant het halfgebied van Zuid-Afrika. Ik bedoel voor Whiting daar voorlangs. Going. En dat is Morgan, wat misgedekt wordt door Zuid-Afrika, op weer. Door Willem Kutsi, dat is de Rampie Stanner dat hem stuit. Het binnenkant halfgebied van Zuid-Afrika. Goeie fase gewend door Going. Zuid-Afrika onder druk van Perry zonder die ballen. Een prachtige schot door Going. Een wonderbaarlijke schot door hem. Van die vinnige ingooi werk. Hermes is daar onder druk. Pino Webberam brug aan zijn doelgebied. En hij schot hem uit. Gelukkige schot van Pino Webberam. Benauwde oomblik, he, want die diep ingooi het net niet gewerkt, die verrassingsingooi door de All Blacks.
Maar ons steeds sterk op die aanval en dat die 1 punt voorsprong in hierdie stadium. 4-3. Barry met een gooi. 15 meter van Suid-Afrika's doelijn. Whiting met hem oorklap. Going. Naar Duncan Robertson. Bruce Robertson. Joe Morgan. Die was er ook weer vast op die manier te zien. Op de kwartlijn. Going weer eens. En de schot daar in de man vast. Johan Oosthuizen met hem uit Bergen zijn kwartgebied. Verloor die bal slecht daar. Gerlis Huisman er terug. En die vlekje gaan blaas. Voor die aanslaan. Hier Johan Oosthuizen. Volgelijk een lijn met Suid-Afrika's doelpalen op die 22 meter lijn. Hier die vaste scrum. Danny Norton, die nummer 2 daar, wat enig wel gaan bind. Die last gaat van zijn rechter knie. Maar een stevige vaste scrum voor hem met Norton ook daarin. Going, Duncan Robertson. Morgan, Betty wat inkom, lopen vast in. Die Suid-Afrikaners, maar nu de plezier, dat prachtig hotel. 104 wat verder neem, maar die opblaks niemand weg. Dus Hamish McDonald en is Perry Harris wat indrijven. Going wat weer in zijn tweede fase krijgt. En dat is Betty wat hoekvlak de skop. Davies Sneeman onder druk, Brugge zijn kwartgebied. Sneeman wat goed kon redden daar. Betty's hoekskop. Nee, uittrek niet. Of grondvat niet. En dat is Johan Oosthuizen waar hij achter zit, zien hem duidelijk. En zijn linker, lijkt het mij, zijn linker knie vasthoud. Dat kan een groot slag wees voor Suid-Afrika hierin. Oosthuizen, dat is algemeen bekend, is een van die groot aanvalswapens in die Suid-Afrikaanse mondering. En die lustig waar hij praat met zijn mannen. Nummer 9, Kalkop Going, wat een groot rol speelt in die wedstrijd zover. Suid-Afrikaners zit ook daar, kan jij raad gehouden, nummer 5, Mounder van Jordan. Ruy de Plessis, met een 1 punt achterstand zover. En die aandacht steeds daar van die medische mensen bij Johan Oosthuizen. Grant Betty, die hangsnor kerel. Bruce Robertson voor een momentje ook achter een ijzeren kerel waar hij 3 gedrukt heeft. En Oosthuizen is gereed om die wedstrijd voor te zetten. Als het halfpad de eerste helft heeft. Williams ingooi. Kirkpatrick wat oorklap. Going. En dat is Morgan. Hoge skop in die peper weer eens voor David Sneeman. Nu is Suid-Afrika bal gooi. Rampie standaard wat hem uit. En Suid-Afrika onder die uiterste druk. Een gelukkige stukje spel daar in die handen van Bosch. Maar die vlekje blaas en voor onkantspel de Rampie standaard. Hier die strafskop aan die Seeland. Makkelijke skop voor Going. Standaard het beslissende onkantpositie, die bal gespeeld. En gevolgelijk hier die geleentheid aan die Nieuw-Zeelandse scrumskakel Going om nog 3 punten bij te lassen. Dat lijkt goed, nee, is langs voorbij. Ideale geleentheid armen hier. Davies neemt wat doordruk. De mannen moeten terugkomen voor de inskop van de kwartlijn af. Van de plezier, gaan het de fopskop wees? Ja, lang diepskop. Duncan Robertson wat hem optel, Brugge zelf gebied. En hij omhoog en hij lucht, dus duidelijk die strategie van Nieuw-Zeeland. Davies Sneeman onder druk. Schoon vang van om. Hier die vrijskop voor die skare van 48.000 mensen. Gaan het weer kantlijn toe jaag. Veiligheid door Sneeman. Steeds Nieuw-Zeeland, zoals de afgelopen kwartier, sterk op de aanval. Brian Williams ingooi bij een vol lengte links staan. Whiting daar op nummer 5 snel, daar is Hamish McDonald, hij staat op 3.
Kirkpatrick wat hem oorklap, maar Zuid-Afrika het hem eindelijk. Munner van Jerden wat achter hem gaan. Wijvel, Germershuis, Oosthuizen. Binnen te breek werkt niet. Germershuis achter. Hij stopt vast in de Sierlanders. Vanuit de plezier, aan de retourier waar die bal aan vastbent. Wijvel, Bosch. Goeie stop door Bosch. En hij gaat uit in Zuid-Afrika. Dreef de All Blacks een beetje terug. Gerald Bosch, met die 3 punten aangetekend, het een antwoord op het 3 van Bruce Robertson. Voortdurend verandert de All Blacks van tactiek in die lijn staan. Whiting daarom steeds op 5 daar. En Williams gaat waarschijnlijk de hand te gooien. Nee, dat is voor. Dat is Tanner wat hem oorklap. En liefst Lambert. Duncan Robertson en Pistner van Wijk aan elkaar hier voorlangs. Professor Tinkie Heinz de vlag hier omhoog. 9 meter binnenkant de halfgebied van Nieuw-Zeeland. Hier was Zuid-Afrika langklaas geweest. Van Wijk zijn ingooi. Voor de Klerk bedoel, de plezier wat achter vastbindt. Leslie eindelijk in een verkeerde positie daar. Gaan Zuid-Afrika die bal krijgen of gaan Nieuw-Zeeland harder daar vandaan? Whiting en weer eens Leslie in de verkeerde kant daar. En het wordt net een vaste scrum met een ingooi voor Sitgoing. En die 24e minuut van de eerste helft. Weer eens stort die scrum en duien aan de oorkant. Dat is waar de 2 nieuwelingen Perry Harris en Johan Strauss in elkaar drukken. Paskop strijdt schoon zover. 0 voor Van Wijk, 0 voor Tani Norton. En een scherpe segment uit. En hierdie wedstrijd baie ferm hanteer. Nee, bij die mond van die scrum behoort ik in nie. Daar ik weer terug. Wijvel mag niet wegkom daar nie. Vierde poging om een scrum te maken op hierdie quality. We zien hoe laag bukkel daar aan die loskopkant van die Sieland. En een vastkop gewend lijkt het mij door Zuid-Afrika. Wijvel. Maar Zuid-Afrika wordt gestraft. Gestraft in hierdie scrum. Skewe ingooi. Hoewel, dat kan niet wezen, want Going het natuurlijk zelf ingegooi. Dan moet ik voet voor hem te wezen. En Brian Williams gaat zijn leef weer eens Don Clark hou en aanleid palen toe. Hij kan duidelijk zijn strategie zien. Als het oor is, is Nieuw-Zeeland verder voor. En zelfs al trekt het mis, ben Nieuw-Zeeland heel wat veld hier op Nieuweland. Eerste soortgelijke langpoging. Was eindelijk maar een brouwspeel geweest. Het is niet baie ver getrek, niet een gewoer. Kom eens kijken of die poging beter is van Brian Williams. De 82e wedstrijd in zo'n zwart All Black trui. Beter getreft hierom. Het is een enorme schop. Het is daar! ...55 meter schop voor de 48.000 scharen. En die Zeeland is verder voor. Gerald Bosch voor die span. Het spel weer gaan beginnen met die schop van hem. Lekker handschoppie voor zijn voorspelers. Manu van Jerden eerste in. Wijvel waar die bal kreeg. En op zijn beurt die druk plaats op Piet Fawcett. Dat is niet uit nie. Wip is daar aan de oorkant. Baie gevaarlijk van Nieuw-Zeeland. Roland Kutsi is bij. Nee, 3 nie. En een Zuid-Afrikaanse ingooi. 5-3 van die doellijn van Nieuw-Zeeland.
Prachtige loopie van Pieter Hoop wat daar eindig. Jan Bolankertzee was bij om in te stormen en te drijven. De hand van die scheidsrechter beduidt dat die noodhulpmannen moet nader komen. Maar daar is een besering aan All Black hand. Of is het Pieter Hoop moeilijk? Hij was die man wat de deur gevlecht het. En bijna bij je handig hier die drie gecreëerd. Maar de eerste maal uit Zuid-Afrika. En dit gebeurt eerst na 28 minuten. Zo sterk op je aanval en hier die derde toetswedstrijd. Lijkt op Zuid-Afrika mooi beheers gaan haken. Bijvel naar Bosch. Naar Johan Oosthuizen, wat een snij. Monet de Bussie weer in richting Vaander. En Leslie wat die bal krijgt, weer naar Grant Petty. En wonderbaarlijk gered door de All Blacks. Goeie reddingswerk door hierdie klein, kordate karakter, Grant Petty. Wisten van Wijk gaan ingooien, net bijna in die kwartgebied van de Seran. De Klerk wat zo lekker sprong voorlangs. Blankertje naar Bijvel, naar Bosch, naar Pieter Hoop. Voorbij Johan Oosthuizen naar Davy Snijman. Brian Williams wat hem daar stuit. Oosthuizen wat steeds die bal heeft. Anneke Adon. Steeds op het been. Terug naar Pusten van Wijk. Lijkt of de Seran in de tweede fase goed gaan winnen. Nee, deur naar Zuid-Afrika. Going, waar dat deur gaan, moet ik in de omkantpositie is. En daar is onder ons aan de nieuwe kant. Grant Petty en Meuner van Heerden aan elkaar. Kijk waar die strafschop toegekend kan worden. Strafschop lijkt mij steeds toegekend aan Zuid-Afrika. Ja, strafschop aan Zuid-Afrika. Geweldige lange afstand. 50 meter schop. Gerald Bosch kan hem waarnemen. Lang en belangrijke schop voor Gerald Bosch. Reeds 17 punten hier reeks aangetekend. Wint steeds van voor. Hij gaat kort wees. Voorzet wat hem aan wacht. Goeie schop van voorzet. Goeie toer zover dit kit voorzet. Die lijn staan 6 meter buiten in het kwartgebied van de Seran. Voor 10 minuten is dit rust uit. Van Wijk met een gooi. Het doel van Monnet de Plessis. Niemand op voor om te schofferen. Afrika had een goede geleentheid daar dat verloren gaan. De Seran drijven zoals je ziet vermoed. En Kent Lambert aan de omkantpositie waar de bal verder schopt. Scheidsrechter meneer Besseken, het zien het bij duidelijk. En omdat daar gepraat wordt en geredeneerd wordt door de scheidsrechter hier Whiting, komt die schop nader aan die palen tegen New Zealand. De All Blacks wil hier die manier niet afleren om te redeneren bij die scheidsrechter mee. Dit gaat die vierde strafdoelpoging wees van Gerald Bosch. De makkelijkste schop zover van Gerald Bosch. Lengte wordt iedere keer niet een probleem te wezen. Is dit 7-6 over 10 secondes. Ja!
Skare sien hoe Suid-Afrika terugkom in die prentjie. 8 minute voor rust uit, 1 punt verskil. 20ste punt gewees daarie van Gerald Bosch in hierdie reeks. Fawcett gaan waarschijnlijk nou sy life Williams hou. Of gaan ons verandering sien dat hem gaan hou by sy voorspelers. Lyk so. We sien dat mooi instorm, Whiting waar daar vooran is. Going. Timon uit de Besifas. Kirkpatrick Bey. Bey is slotige grondspel daar. Weer die vingerwijsterij. Is toetsrakpie so hard as wat die mens omkry hierdie. Suid-Afrika se 10-3 stippellijn daarie. Loskop ingooi van New Zealand. Ons het nog nie baie scrums vanmorgen gesien nie. En feitlik elkeen het las gehad aan die loskopkant van New Zealand. En dis waar Perry Harris in sy eerste wedstrijd vir New Zealand druk teen Johan Strauss in sy eerste wedstrijd vir Suid-Afrika. Mooi stoor die scrum ook, hè. Die Johannesburgse onderwijzer school ook met die wit rij daarachter. Gerpers zijn met het baie probleem aan die vaste scrums vanmiddag. Wat Kuimelij weer in en in aan die oorkant. Baie tijd wordt geskoon met die, die vaste scrums van in mekaar in Tuimel. Going sy aangooi. Going sy hoe skop. Hierin trek nie van recht nie direct oor die kantlijn. Terug vir een lijnstand teen oor die skram van pas. Suid-Afrika is aangooi. Christophe van Wyk gaan waarschijnlijk daar op nummer 2 aangooi waar Kerner Klerk sinds die nummer 4 daar van momentie op die rug gestaan het. De Klerk wat hem verloor. Tani Norton deurklap. Hier achterlijn toe. Duncan Robertson en opgeteld door Stewart. Hij wordt rondgebring door Stoffberg. Die vlek het reeds geblaas. Wat daar in aanslaan door Duncan Robertson, vaste scrum. Het binnenkanaal gebied van die Sierra. 5 minuten speelt het oor. Mooi beheers gehaakt door Suid-Afrika. Wijvel naar Bosch. Naar Davie Snyman, die was wat ingekomen. Pope wat hem laat voor en toe val. Peter Whiting op die bal. Vlek het reeds geblaas en die Sierra ingooi. 8 meter binnenkanaal gebied van New Zealand. En dat is 7-6 voor. 3 van Bruce Robertson en de strafdoel van Williams tegen 2 Gerald Bosch strafdoelen. Hier eens die intimeling en nu de strafskop voor 7 ingooi. Team going. Weer een geleedheid voor Gerald Bosch palen toe. Dan in Norton met laatste opstaan en die vraag en die antwoorden krijg van meneer Besegnuit. Het is een lang skopje is. Dus kijk dan een beetje van die noordenkant af. Je moet het op ieder moment zo even gaan leiden. Maar het blijft 48 plus meter skop voor Gerald Bosch. Het zal een prachtige poging wees. Want Zuid-Afrika zal het voorloop als hij oor is. Laag, zwak getreft door Bosch. En er is Morgan, de aanval begin. Gesteld wordt door Suid-Afrika. Daar is die sprong op voorspelers voor die loskram. Nee, going at him. Loop hem vast daar in Johan Oosthuizen. Weer gaat hij voor. All Blacks drijven prachtig in. Losspel wordt gestuurd. Aan op je per achter Johan Strauss. Going wat goede werk gedaan heeft voor New Zealand. Uiterst 4 minuten speelt ik voor, dan wordt het rustig geweest. Weer eens die intuimeling van die voorrijen. Williams wat skop. Hij skop direct voor die kantlijn. Terug voor een lijnstaan, geen oor die punt van waar geskop is door Williams. Ja,
ideale aanvalsgeleentheid voor Zuid-Afrika. Maar dit is de kortpunt voor Isila. Mooi deurgebring naar Monnet de Bessie. De Klerk wat niet lekker kan wegdrijven. Die sommer die bal weggooi daar. Zuid-Afrika moet retireer. Dus Brink in de helftgebied en Gerry Germershuis wat die bal probeer optel. En dat is Morgan en dat is Duncan Robertson. Gerry Germershuis wat kon redden daar binnen in het kwartgebied van Zuid-Afrika. De bal is steeds in beheer van die Springbokke. Munner verheert op die kwartlijn van Zuid-Afrika. Slordig gespeeld door Zuid-Afrika wat hier 40-50-3 voor die Springbokke verloor. Kijk waar is hier die vaste scrum nou op de kwartlijn van Zuid-Afrika wat een moment terug op die aanval was. 3 minuten speelt ik oor. Gouwing kan die bal ingooi. Hier een lesing daar door die scheidsrechter naar Besuiden uit aan die voorrijen. En er is onkantspel tegen Bijvel. De All Blacks het dan bij duidelijk daar vastgehouden. Die bal was nog niet schoon uit nie. En hier die onkantspel van Bijvel kan voor Zuid-Afrika 3 punten kos. Kop voor Going. Er is Going. Zijn tweede poging paden toe. En die vierde die naar Zeeland. Waarvan enige slagen daar een enorme in deur Brian Williams. Zit Going. Lang in die tand, 32 jaar oud. Weer die windje wat hij ziet, maar die bal daar ondruk. Naar die windje. Is nog net een minuut en een half in die gunst van die Zeeland in de eerste helft. Going was de debuut gemaakt in 1967 in Australië. Eerste rangs debuut in 1964 gemaakt. En de scheidsrechter gaat die schop niet toelaten. Daar is te veel tijd gemorst naar zijn mening met die schop. Real 6 uur. En de scrum moet gevallen wordt. Hier vanuit de All Blacks net mooi niks niet. En weer voor de natie en voor ongeoorloofde spel. Een strafschop in de All Blacks. En een stop aan Zuid-Afrika. De Rio zei dat als daar te veel tijd verspild wordt, onnodig tijd verspild wordt, met een skoppalen toe, dan moet die skop veranderen in een scrum en die verdedigers moet ingooien. Maar als die verdedigers redeneer, dan krijg je een strafskop tegen hulle. En daar is Neyman druk om uit, binnen aan het halfgebied van die Sierra. Die was 6 in de gunst van New Zealand, voor wie Brian Williams en gooi. Whiting verloor hem daar, Jan Boonek met 7 punt om vast. Slechte bal wat er weer kwam naar die Springbokke toe. Verklapperij in die lijn staan. Loskop ingooi voor Zuid-Afrika. Hier is hard op geleendheid voor Zuid-Afrika's achterspelers. Schoon gehaakt door Zuid-Afrika naar Bosch. En nu plaats hij met Gerry. Germershuis met opdracht van Kit Fawcett onder groot druk daar. Schoon van Geron. Goeie werk door jong Kit Fawcett. Baie goede tour gehad vroeger van jaar van de Syracuse Universiteiten in Californië en Japan. En nu in die derde toetskop bij kantlijn toe. Het wordt een baie goede skop van hem. Van 30 meter Kit Fawcett. 50 minuten reeds in besteringstijd. Bij een compacte lijn staan hier. Die mannen moet eindelijk de armlekte of een meter van elkaar afstaan in die lijn staan. Hè. Goed gevat door Whiting. Going, Duncan Robertson. Weer naar Morgan. Naar Bruce Robertson. Naar Fawcett in die lijn. Dat is een goede loop in de Zeeland. Harvey Sneeman. Drie stop opvolg en uit de hardloop. Binnenkant zijn kwartgebied. Hij kreeg daar maar die voet uit. 3 meter binnen in het kwartgebied van die Springbokke. De moeilijkheid heeft voor Zuid-Afrika begin, toen Fawcett ingedraf het als extra center. Maar gelukkig voor Zuid-Afrika is dit een rusttijd. Dit is die telling. Na 41 harde minuten is de toets rugby in Nieuw-Zeeland 7 punten. En 3 door Bruce Robertson en een strafdoel door Williams. Zuid-Afrika 6, 2 strafdoelen door Gerald Bosch.
tweede helft te gaan beginnen. Gaan Gerald Washer die sterkpunt gebruiken. En de All Blacks binnenkant op kwartgebied vastpennen. Of gaan hem houden bij zijn voorspelers. Daar is die tikken. Van meneer Gert Poseidon uit. Hij houdt bij zijn voorspelers. Mona van Jorgen en Stofberg eerste. Wolle Kutsie. Bijval. Jan Oosthuizen moet slecht aanslaan. Oosthuizen met een golden geleden is de Afrika daar verspil. Eerste lijn staan voor de tweede helft op Timberlijn. Williamson en Gooi. Nummer 7 aan de Zeeland kant, Stewart. De passie met een prachtig vastpunt achter. Bijval wat naar die kantlijn opzoekt. En volgt het in die prentje inbrengen. En dan kan ze kwart gebied. Gaan die bal uittrekken. Ja, is uit. Voorzet. Weer een score uit van die Zeeland. Wacht misschien voor een moeilijke 39 minuten nu. Maar die wit is die nog. De Klerk voorlangs die nummer 4. Bijval wat hem niet vlug gelukkig op kan nemen. Die Zeeland win hij daar ineens dan het heel wat veld. Steeds die Merlijn daar in het binnenkant van het gebied. Bijval wat hem niet schonken weg, Rini, die nummer 9. Williams gaat misschien een vlakkere gooi. Voor Whiting. Oorgeklapt naar Going, voorbij Going. En die Afrikaanse voorspelers vat hem niet vast. Worden gevoerd door Bruce Robertson. Rampie standaard daar, opgeteld door Gerrit Hermeses. Stroom op in de grote wat moeilijkheid. Biggie wordt weggegooid. Petty, wat een verder voer. Pijnig in het kwartgebied van Zuid-Afrika. Going naar rechts, naar Duncan Robertson, maar die vlek heeft geblazen. Eerste vaste scrum van de tweede helft komt na 2 minuten. Steeds de rust uittelling, Nieuw-Zeeland 7, Zuid-Afrika 6. Bijvels in een gooi. Hier kan zelfs nog goed zien, het drukt die twee sterk mannen in elkaar. Strauss en Harris. Lijkt op Zuid-Afrika die bal verloren. Blijf bij die voorspelers. Toch in aan Nieuw-Zeeland, Bruce Robertson. En uit de passie wordt hem naar Pla, naar Fawcett, dus kan toe. En het uittrekker die roze kop van Fawcett, ja, baie goede schop van hem. Het stikkende spel door die fonds van de Nieuw-Zeelanders, Kip Fawcett. Op Zuid-Afrika's kwartlijn, en ingooi door Patty. Baie compacte lijn staan. Maar al die voorspelers is daar. Ik bedoel voor Hamish McDonald, tap hem door naar Gein. Daarbij Duncan Robertson, Morgan met de binnen te lopen. Maar hij de besef dan vast door daar, Brunnen kunt zien daar bij. Scheidsrechter, meneer, we zijn uit met die loskram. Niet kans om te ontwikkelen. Vraag die vaste scrum, Zeeland ingooi. Een van die scrum ook gebaseerd daar. Vanuit de passie. Moet ik te zeggen precies waar daar die bestering is. Moet ik net zijn windpartij is. Wel, hij kreeg de aandacht van Dr. Schweiden aan zijn linkerbeen. Chris Pope had nog niet eindelijk hard op kans gehad het niet. Johan Oosthuizen ook nog niet. Geniet het hard om daar nog niet. Nummer 7, de grote Stofberg van die Vrijstaat. Dat is wel. Steeds die druk op Zuid-Afrika's kwartlijn en een loskop ingooi voor Gein. Onder Nieuw-Zeeland die doelbewust daar is krammel, dat valt het niet. Dan komt het deur naar Zuid-Afrika toe. En dat is vooruit de principe van zo ver en diep veld afskop en voorzet in die moeilijkheid. Chris Pope had hem jaag. Voorzet nog steeds daar. En wordt hij vastgevangen? Nee, hij ontdekt van Jan Bonnet met Sierhoek. Stopt die bal veld af en er is niet uit die. Bosch mag hem in met Betty Bayon. En dan plaats je hem terug met rente. Duncan Robertson onder daar die bal. En hij had op uit, zoals je ziet. Na 5 minuten in de tweede helft is Zuid-Afrika binnenkant die kwartgebied van de All Blacks. Daarbij Pistel van Wiksen ingooi. Gaat het wees bij Monedo Pessie daarachter. Dat is bedoeld van Kevin de Klerk. De Klerk naar Bosch. Wup, naar Oosthuizen.
naar Germershuis, voorbij David Snijman. En Vossen wat hem daar keer. Bruce Robinson wat hem eindelijk daar terugskoppen in de helft van Perry Harris. Dat begint met de tienaanval binnen die kort gebied en hij wordt uitgestuurd door Gerry Germershuis op die middellijn. Goeie loopie door die nieuweling Perry Harris. Loskop stit van Nieuw-Zeeland. 83 maal reeds gespeeld voor Manawatu en de eerste wedstrijd hier voor Nieuw-Zeeland. Piston van Wijkse een gooi op die middellijn. De plezier wat een mooi vat. Bijval wat geplaatst wordt door Stewart. Zuid-Afrika mors goede ballen uit die lijn staan uit. En dan voor onkantspel door Mouner van Jurden en Nari Losgemaal. Hier is kop aan Nieuw-Zeeland. Mouner van Jurden wat reeds daar een kwistplek onder zijn linker oog het. En voor redenatie met die scheidsrechter door Mouner van Jurden. Hier is die scheidsrechter nog daar die 10-3 bonus bij. Nu wordt het een relatief makkelijke schop aan Nieuw-Zeeland. Guin van die schopper wees. Er is die afstand palen toe. Zo 35 meter. Nu natuurlijk bij die wind van voor. Hij trekt hem ras voorbij. Bal gaan dadelijk dood en Guin. Een slechte poging van hem. Die vierde schop door die All Blacks palen toe. Trouwens nog net in het geslaagd. Die diep schop is oor die kop daar van Duncan Robertson. In Zuid-Afrika Bayerveld, kan Bayerveld winnen, maar niemand is daar om op te stormen. Duncan Robertson en Forster wat binnen daar een kerbeweging uitvoer. En Robertson wordt gesteekt door Piste van Wijk. Binnen in het kwartgebied van Nieuw-Zeeland. Zuid-Afrika winnen die tweede fase. Naar Bosch. Vierde whip, Johan Oosthuizen. Naar Chris Pope. Niet om Bettini. David Snijman is daar om te helpen. En zoals je ziet uit de schop. 10 meter bij de kant, 22 meter gebied van Nieuw-Zeeland. De vlag in de hand. En is Steve Strydom. Ook op die toetspaneel. Voorom Betty wat moet ingooien. Martins Stofberg. Whiting wat hem daar mooi oorklap. Going kreeg een slechtere bal. Uri Skouwerskop wat gaan uittrekken. Mijn wereld, een gelukkige schop voor Going. Goeie schop van Going. Melkboer, Mauri. Mormoon, maar een briljante speler. En gooi. Daar de klak wat hem zo prachtig vat naar die ingooi van Piste van Wijk. Die spel is op die middellijn. Woland moet zien wat wegdraaf. Piste van Wijk weg. Zuid-Afrika bijna omtrent 10 meter met die stormloop voor hem. Beste stukje werk hier Piste van Wijk en die open zover. Kevin de Klerk met die handen door die haren vrij wijst dan op 2. Dus misschien ook eerst de kop ingegooid wordt door Betty. Misschien daar bij nummer 5 rond van Peter Whiting. Handen op even staan zoals je ziet. Hij is vlak, dus bedoel voor Harris. En Going. Duncan Robertson. Oom slim, laag, wind op. Germershuis. Binnen toe, voorbij Williams en Stewart. Hier is Om Williams. Naar Monet de Plessis. Maar David Snijman op die linkervleugel. Groot gevaar voor Nieuw-Zeeland werd voorzitter onder die ballen. En hij let op foul. En Going gaat red op die doellijn. Maar Zuid-Afrika zijn voorspeler zoals je ziet is bij. De Plessis weer alleen binnenkant die doelgebied. De scheidsrechter en voorzitter wat op elkaar de neer daar. En een strafskop aan Zuid-Afrika. Of is het net het teken dat hij... Nee, ik denk dat het net het teken dat hij... Dat die medische mannen moet nader komen. En aandacht moet geen Monnet de Plessis. Hij is aan de All Black kant. Ik wonder of hij precies weet waar hij is. Harde stampt in de kop geweest. En dat is Going wat ook een beetje aandacht nodig heeft. En dat is een strafskop. Aan Zuid-Afrika. Op die doellijn van Nieuw-Zeeland. Verruwe spel door Nieuw-Zeeland. Ik meen vooral door Fawcett. En Zuid-Afrika kan met de schop van Bosch de eerste maal voorlopen in die toetswedstrijd. Monnet de Plessis, denk ik, weet niet waar hij is. Hij heeft daar die harde schop of stampt in zijn kop gekregen op die doellijn. Hij leest Zuid-Afrika bij goed. Hij praat daar, zoals je ziet, met Kevin de Klerk.
Dis 'n pyn glimlaggie daarie. En die spel gaan vertraag word. Steeds die rusttelling. 10 minute in die tweede helfte. Suid-Afrika 6 punte. 2 skoppe van Gerald Bosch. 7 aan die Seeland. 3 deur Bruce Robertson en 'n strafdoel 'n reuse een vir die skare van omtrent 48,000 mense. Langs skop deur Williams. We sien as baie speeltyd nog oor. Die wag 30 minute se harde toets rugby. Suid-Afrika het die groot voordeel van 'n sterk wind van achter. Terug by Gerald Bosch, wat sy makkelijkste skop gaan palen toe waag. Die enigste probleem is natuurlijk die hoek waarmee met rekening hou. Het reeds 20 punte aangeteken in hierdie reeks. Hierdie skop kan Suid-Afrika laat voorloop. Rechts voorbij. En dit is Gerald Bosch wat Suid-Afrika nie 3 punte kan besorg nie. En dit word 'n inskop deur Bruce Robertson. Direk aan die oorkant toe, opgevolg deur Brian Williams. En die bal trek direk uit. Hierdie skop, dit is nie gehelp nie. Terug na vaste skrum, op die kwartlyn, Suid-Afrika se ingooi. Hier is 'n ideale hardop geleentheid vir die Springbok agterlyn wat op min beweegkans gehad het vanmôre. En dit lyk dat die eerste vaskop gewen deur New Zealand. My wêreld, die telling is 2-1 in die vaskoppe. Volgens wat skop en 'n kritieke gebal, 'n bal gewen deur Tani Norton. 'N Verligtingskop van Fawcett wat 'n briljante wedstryd speel vanmôre. En New Zealand het 'n lyn staan 12 meter buitekant hulle 22 meter lyn. Buster van Wyk se ingooi. Is dit weer op 2 by Kevin de Klerk. Nee, is van Morne de Plessis daar agter bedoel. Whiting met hom oopklap na Going. Pope veld af en hardloop uit. 'N baie goeie skop van Going. Sy 25ste toets hierdie en weer eens 'n goeie vertoning deur Sid Going van die Seeland. 11 meter binnekant Suid-Afrika se halfgebied. Hand op die heupe daar is die nuweling Harris. Dan Hamish McDonald net langs sy beeldheid en Peter Whiting ook aan op die hoeve daar. Met Kirkpatrick achter hom. Word geplaat hier Hamish McDonald. Duncan Robertson wat baie veld verloor as die bal van sy voet af skil en hy direk oor die kant in uitskop. Duncan Robertson die eerste maal dat hy loskaak gespeel op die tour in die toets. En ongelukkig vir hom nie baie goeie vertoning het nie. Roland Kutsi weggesteek daar achter die rug van Mounir van Heerden. De Klerk se gooi, deurgeklap, maar Suid-Afrika gaan hierdie bal nie mooi beheer nie. En onkant spel deur New Zealand. Nee, dis 'n skop teen Suid-Afrika. Ons het die bal gevolg, dis 'n rukkerig gewees. Terwyl die lynstaan nog nie voltooi is nie. Die skeidsrechter het dit baie duidelik gesien. En hy straf een van die Springbokke. En weer eens lyk dit my gaan dit 'n lang skop, 'n lang poging wees paal toe. Deur New Zealand, nee, 'n korte skoppie van Fawcett. As niemand om daar die skop te keer nie, behalwe Gerry Germeshuis. Oor sy kop, veld in. Baie gevaarlik. Bruce Robertson word ontdek deur Germeshuis. Verligtingskop wat baie veld wen deur Gerry Germeshuis. Acht meter buite kan die kwartgebied van Suid-Afrika hierdie lyn staan. En hierdie ingooi deur Brian Williams. Bijna een kwartier in die tweede helft. Steeds 7-6 is New Zealand voor. Going wat een baie slechte bal kry. Germeshuis wat in binnenkant sy kwartgebied vang. En een prachtig veld afjaag. Hy is nie uit nie. Duncan Robertson. Teen die oorkantste kantlijn. Skop dan af vas. Teen Suid-Afrika se groot nummer 4, Kevin de Klerk. Duncan Robertson wat net nie wil regkom vanmiddag nie. In spite van 'n goeie diens van Sid Going. Op die middellijn, nummer 8 aan Suid-Afrika kant, Morne de Plessis natuurlijk. Nummer 7 is Stewart wat omstap. So verandert die All Blacks van positie voortdurend, maar toch is het Stewart wat terugkom. Om 10 oor Morne de Plessis te staan. Williams ingooi. Na Whiting. Going voor hom.
En die vlek het reeds geplaatst. Verskippen ingooi en een ingooi door Suid-Afrika bij die vaste strop. Die spel is feitelijk in die middel van die veld. Op die middellijn, so 12, 13 meter van die oorkantste kantlijn, soos jy daar sien. Vastkoppe, twee verpiste van Wijk en een kritieke een der Tani Norton. Mooi gehou door Suid-Afrika. Hierdie skoppie gaan werk van Bijvel. Klaas groot druk daar op Vos, het binnenkant sy doelgebied. Druk hem dood, soos jy sien net voor Gerrie Germanshuis. Terug naar die kwartlijn voor een inskop door Nieuw-Zeeland. Dat is één enkele puntje voor, 7-6. Dat was één punt verschil, 9-8 in 1970. Is Afrika laatste gespeeld hier op Nieuw-Land tegen Nieuw-Zeeland. Duncan Robertson zijn woe stop. Peter Whiting onder hem in. Smoor, hier is Kronbach voorspelers. Kirkpatrick, wat uitgestanden wordt in Wernkutzee. De speler steeds aan de gang, maar die bal is binnen. David Sneeman, binnenkant zijn halfgebied. Krul, skop, wat uittrek. Met een bedoel van binnenveld en dan moet ik uitspringen. Maar het werkt niet en terug voor de lijnstand tegenover die punt van waar David Sneeman geskop het. Er is 4 meter binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. Kevin de Klerk met die lekker snor. Tani Norton rechts voor. Hamish McDonald duidelijk daar. En dan in nieuweling Perry Harris met die wilde haren achter Norton. All Black Hunt. Dat is de ingooi van Betty. Weer geklapt naar Guy. Duncan Robertson. Morgan. Naar Fawcett wat die geraakt vat. Oosthuizen! En dat is Johan Oosthuizen met hem gaan druk. Onder die palen bijna. Suid-Afrika loopt voor naar hierdie 3 keer Johan Oosthuizen. En Oosthuizen druk naar hierdie 3 voor Suid-Afrika. Geen die verloop van die spel misschien. Maar Suid-Afrika is voor 10-7. 12-7. Gerald Bosch, succesvolle doelskop. Halfpad door die tweede helft, 22 minuten speeltijd oor. Nieuw-Zeeland voor de eerste maal achter. Fawcett wat die fout gemaakt het net, wat die bal nie kon beheer nie. Dus hy wat die spel laat begin weer eens. Oorgeklapt door Kirkpatrick naar Going. Goeie skop van Going met Poop onder druk, druk aan sy kwartgebied. En die bal gaan uittrek nie. Fawcett op die middellijn. David Sneeman probeer onder hierdie bal inkom, ja, binnenkant sy kwartgebied. Hy maakt die bal dood. Neyman forceer hier links dan af, 10 meter binnen in die kwartgebied van Suid-Afrika. Betty is een gooi. Christen van Wijk wat een verkeerde kant deurkom. Going. Brussel, Duncan Robertson met een vaste op 3 sprongen. Willem goed zien wat het probeert wegnemen van hem. 10-3 binnenkant Suid-Afrika is afgebied. Weer naar Bijvel. Goeie skoppie veld af door Bijvel. Vos het binnenkant sy kwartgebied. Het Stofberg bij. Briljante stukkie spel door Paul Bijvel, waar die gaping gesien het. En Suid-Afrika met daar die skop sterk op die aanvalplaats. 12 meter van die doellijn. Mouder van Jurgen Tienor, Kirkpatrick. Betty wat langtallen met die ingooi. Guin wat hem daar inplakt, naar die omkreef van Kirkpatrick. Kan Suid-Afrika hier die tweede fase win. Kirkpatrick waar haar lastig kan opstaan.
Dink het seer gekry in daar die loskram. Patrick wat op plat, steeds lay op sy rug. Die aandag gaan kry van meneer Dave Bordes, die masseur wat saam met die Oblex toespanner is. Chris Pope wat net die uitretireer uit ons beeldheid, nummer 14 gaat op sy rug. Nog nie van hom een loopie gesien nie. Die skare gaan nog 20 minuten sy toetsraak bekyk hier op Nieuweland. Nou heel wat om oor te praat, Suid-Afrika is voor 12-7. Johan Oosthuizen wat daar iets wat opportunistische drie gekry het. Die Vos in die bandie kom weer nie. Davie Snyman, wat die voorverby beweeg, wat goed gespeel het in die eerste helft onder uiterste druk. Nummer 10 natuurlijk, Gerald Bosch. Bosch wat reeds 8 punte bygedraad in hierdie wedstrijd. Die spel sal hervat met een skram. En in die Seeland ingooi. Sirander is een beetje bekommerd. Nummer 11 is Betty, die ononderdrukbare Betty. Williams achter, breed met die handen op die skouers. Hy sal in die wedstrijd terugdink as die een waar hy 55 meter skoppaarde toe gewaag het en geslaag het. Dit is een lang besering aan een Kirkpatrick. Kirkpatrick wat een beetje stil was in die toetswedstrijd zover. 6 jaar gelede was hy een van die sterre gewees in die Seelandse oorwinning van 9-8. Trouwens het hy 3 ook gedruk. Kan ook moontlik Whiting wees waar haar lê. Ons het wel gesien dat Patrick ingegaan het. Kan moontlik Whiting wees. Bijna interwaas het die geest nou onder die skare. En die skade is herstel en die Seeland is voltallig met die al 8 voor. Nee, dit is Buyvels ingooi. Gaan hem toch deurgie. Ja, gaan hem toch deurgie vir Going. Dat is Peter Whiting nou met die groot verband. So dit was Whiting wat op sy rug geleid. En wat beseer was, maar wel sy plek kan inneem in die kern van haar skram vir die Seeland. Kritieke bal vir Albei Spanne. Vastkop van Piston van Wyk in Suid-Afrika kan hardloop. Dit is die ding wat ons dikwijls vanmiddag gesien het, die voorrye wat in een stort en die moedigheid lê aan dis kant waar het schijnbaar Perry Harris is wat nie kan staande bly teen Johan Strauss nie. Weer eens die aandag daar aan die Seelandse slot Peter Whiting in sy 19e toetswedstrijd. Hierdie bestering is klaarblijklik ernstiger as wat die mens gereken het aanvankelijk. Scheidsrechter wat daar praat met die man nou ook. Dit lyk my na argument tussen Going en Piston van Wyk. Baie lang vertraging, dus ons kan verwacht dat seker een goeie 5 minute speeltijd bygelas moet word in die einde. Groot skare vandag hier op Nieuweland, 48.000 mense. Suid-Afrika 12-7 voor. Hamish McDonald daar agter by meneer Dave Cordes, wat ook daar een bietjie aandag wil kry, en nou lyk Whiting steviger verbind daar, en hy en McDonald pak in die tweede rij. Sien duidelik, Johan Strauss nummer 3 is die rug daar, buig en deur. En die skeistrechter wil 5 meter in hy, van die kant heen. Hy het baie last, meneer Gert Besuiden het, die skram ferm, stevig en ordentlik te kry. Nou eerst kan Going ingooi. En min meer doen as om dadelijk oor sy skouer te skop om neer Steve Strijd nog in staan. Soos jy sien, so 15 meter van die doellijn van die Seeland. Daar is kop van Going, bankoppie daarachter, is die druk so bykie verlig op die doellijn van die Seeland. Rampie standaard nummer 1, Kevin de Klerk op nummer 2.
Beifel. En Janne van Betty. Dus gaan we terugkomen. Voor een vaste scrum. Op diezelfde plek. Ruim 7 minuten al kijk ons naar Skal hier in hier Hoekie. Met die verschil dat Beifel nu natuurlijk kan gooien. Is de kans van Zuid-Afrika met Geun dat hem daar klaar en aan de omkantpositie is. En het wordt een schop voor Gerald Bosch. Zijn zesde kans palen toe. Twee het geslagen in de eerste helft. Gooi daar die centjes neer, zo'n 4 meter van de groot paviljoen kantlijn af. Het grootste probleem is om weer die hoek recht te lezen en ook in gedachte te houden dat die wind van links naar rechts door daar die bal gaan waaien en effens moet toelaten maken voor het druk uit daar die richting. Bosch wat reeds 22 punten aangetekend in die reeks. Mooi getref. Sweep. Nee, het is die bal vast. Stewart wat die bal daar het, bijna aan die doellijn. Zuid-Afrika wil hier die bal beheer. Stewart het hem steeds in die kern daar. Je ziet duidelijk voor Whiting met die nummer 4 zijn beseerde kop. En Going komt andermaal red. Maar die bal gaat niet uittrekken. Nie. Snijman onder die ballen. Uit naar Pidewip. Hij is steeds los. Monnet de Plessis. Dwarskoppie met Fawcett onder die ballen. Daar is die doellijn. Zuid-Afrika wat oordrijven. Nieuw-Zeeland wat oordra. En het moet een 5-3 scrum worden. Met een ingooi voor Paul Beifel. 13 minuten speelt het oor. Zuid-Afrika 5 punten voor. Prachtige loopje van Pido op geweest. Scheidsrechter niet tevreden niet. Het was zo'n scrum geweest wat Pusten van Wijk afgestaan had aan Tani Norton, omtrent een half uur terug. Vooral bij spannen een kritieke bal hier. Zuid-Afrika's twee All Blacks begin weg. Dat is waar meneer Besheiden nu omhoog. 5-3, niet 3-3, nie, 5-3 van die doellijn van Nieuw-Zeeland. Anna Nisee, hij pakt in die scrum die hier, maar rechts is Andy Leslie. Achtste man van de Nieuw-Zeeland, voor de druk net 17-8, Springbokke. Zuid-Afrika hou om. Beifel. Naar Bosch. Pidewip. En dat is Bosch's kopie bedoeld voor Gerry Germershuis. En Fawcett onder druk met Johan Oosthuizen bij om. En Oosthuizen weer naar Boland Kutzee. En Beifel aan de kant om. Zuid-Afrika verwoed op de aanval. Weer aan de oorkantste kantlijn. En de kans is daarmee in. Professor Tunkie Heinz duidt die lijn staan aan 6-3 van die hoekvlag van Nieuw-Zeeland. Weer eens een vertraging, weer eens een besering. Dan moet ik andermaal Peter Whiting wees. Daar bijgehoor rent met die nummer 4 net achter vanuit op de zien. En hier leidt. Net bij ons beeld, ons waarschijnlijk nu zijn te gaan, Fawcett, Lenani Palen. Het net eenvoudig aan elkaar gezakt, was het om toevallig opgehouden. En hij heeft zijn rechter dijspier schijnbaar zeer gemaakt. Kit Fawcett wat binnenkant zijn doelgebied leidt. En die aandacht gaan krijgen van meneer Dave Godes. Hier die besering vertraagt natuurlijk of. Verander eindelijk een beetje die ritme van Zuid-Afrika, waar de afgelopen 10-12 minuten sterk op je aanval is. En daar die 5 punten voorsprong, 12-7, graag wel vergroot. Gerry Germershuis, nog niet bij je hard opgeleend, ik ga het vandaag niet. Dit is de punt waar die lijn staan, hervat ze met bord. En dat Fawcett wel zal kan verder spelen. Lijkt of hij recht is, Keith Fawcett onder zijn doelpaden. Skara gaan nog minstens 10 minuten raak bekijken en dan eerst passeringstijd.
Williams ingooi. Mooi oorgeklap door Whiting. Going. Hermes uit van die bal, het spring hier op die middellijn van Suid-Afrika. Hij is met opstorm om naar die voordeling te breek. Going onder die bal op sy kwartlijn. Suid-Afrika wat verder in drijven. Stewart wat dan in beur ook. En Suid-Afrika speel aan kant. Op die kwartlijn, strafskop. Leslie wat hem dan neerzet voor voorzet. Hierbij langs skop nie, maar een veilige skop door Fawcett. Fawcett herstel van sy besering. Winger die lengst staan af, waar Christen van Wyk gaan ingooi in het binnenkant helftgebied van Nieu-Seeland. Kevin de Klerk, waar haar gestuur wordt voorlangs. Boland van Wyk, Boland kan sien verkeerde kant daar. Klerk in die bal, maar het wordt een vaste skrop. 8 minuten speeltijd oor en dan eerst passeringstijd. Nieu-Seelandse ingooi net binnenkant die helftgebied van Nieu-Seeland zelf. 12-7 in die guns van Suid-Afrika. Weer eens een vaste skrom wat niet behoorlijk kan pak en tot rust kom nie. Daar is het toch eerst gehoor, ze komt daar in het nie. Bijvel, die bal was uit geweest. Bijvel het die recht om hem op te tellen. Willem kunt zien bij. Slechte bal die er naar Suid-Afrika. Kevin de Klerk met Lambert om hem. Kijk hoe lekker drijf je All Blacks in en Lambert heeft daar die bal weggenomen. Going naar Brood Robinson. Terug naar Williams, wat hij daar in laf, wat hij komt. En hij is baie gevaarlijk door het snijmen om daaruit forceer. Brian Williams, baie gevaarlijk op die rechte vleugelpas. Hierdie wedstrijd is nog glad niet gewen of verloor nie. Op die kwartlijn van Suid-Afrika. Buster van Wyk's ingooi. Niemand springt eindelijk daarvoor nie. Vanuit op de sien wat achter gepla word. Gouwing wat verandering die bal nie kan raak vat nie. En ook dat spel door Suid-Afrika. Bijvel word daar gestraf. Waarschijnlijk een skoppaal toe, maar het is binnen bereik. Brian Williams gaan op stel soos die daar oor kan sien. En dit is die afstand. 40 meter skop. Brian Williams. Groot gunsteling bij die nieuwe landskare. 19-jarige jongeling was hier in 1970 geweest. Een groot toer gehad. Even teleurstellend op hier in 1976 toer. Dit 57-3 gedruk in 82 wedstrijden van de All Blacks. Williamse skop, wat mooi getref wordt. En Oris! Twee punten verschil, wanneer Brian Williams die bal deurstuur. En hierdie skare gaan nog sigaret rook en naskil tot laat toe. Twee punten verschil. Gerald Bosch, twee goede skoppen van Williams. En daar die drie van Bruce Robertson, dat is die 10 punten voor die bezoekers. Kijk naar diepskop van Gerald Bosch, waar die wind wil benut. In die middel van die veld af, binnenkant die doelgebied en is Batty. Gaan hij doordruk of wat gaan hij maken? Ja, druk door. En skop van die kwartlijn af. Duncan Robertson, sy inskop. Vanuit op is hij daar om te plaag.
kritieke fase van die wedstrijd in die laatste 10 minuten. Twee punten verschil net. Whiting met hem probeert vat. Kirkpatrick dus gaat om. Op tegen Stoffberg. Going en Boland tot aan elkaar. Lambert wordt grond gebrand door. Met een record gebied van de Zeeland. Een gooi voor Zuid-Afrika. 5-3, beter in het kwartgebied van Nieuw-Zeeland. Stoffberg wat hier pakt op de rechterflank van Zuid-Afrika. Die behoorlijk aan die, trouwens rechtdeur zoals je gezien hebt. Dan komt de tweede poging. En verzuid naar de scheidsrechter, tweede poging van Bijval. Klein kantje om daarbij voor. Vos het onder druk. Pup. En er is Bruce Robertson met de bal gaan oordraan. Nee, die bal is wel binnen in het doelgebied geweest. Dus niet oordraan, nee. Een schop van die 25, of zei die 22 meter lijn van die Nieuw-Zeeland. Bruce Robertson, goede werk te doen van die Nieuw-Zeeland dit vannacht door te druk. Patty wat zijn lijf een schopper wil houden. Nee, dat is terug met Duncan Robertson. Van een hoge hangskop zeker wees hier voor zijn voorspelers. Willem kunt zien onderop en een Kirkpatrick met hem vastvat. Toch die naar Bijverhullen en botst het om. Naar Pope. Leslie bij Pope. Scheidsrechter dreed zijn aanstaan bemerkt. Daarom die vaste scrum. 12 meter. Schoppie van Pope helpt niks niet. 12 meter binnenkant Zuid-Afrika. Zijn afgebied en er is weer eens Whiting wat last het met die besering. Kijk naar Kwaai Hou daar in zijn kop. Hamish McDonald, zijn slotmaat, die nummer 5 daar bij hem. Going wat weer in zijn goede toets zet. Maar niet helemaal die vrijheid heeft als in die vorige twee toetsen niet, want die sprongbok voorspeler speelt werkelijk waar uitstekend. Hier is een deel van die wat 2000 All Black ondersteuners. Dat is tamelijk stil, tamelijk bekommerd. Wel die wedstrijd nog glad niet voorbij is niet. 12-10 loopt Zuid-Afrika voor. Nog 3 minuten speeltijd voor en dan beseringstijd. En Dave Gordes is zijn handlanger van die veld af. Pusten van Wijk met zijn kop niet daar behoorlijk aan een krenie. Noten dat we zomaar wel een druk. Weer buigt die scrum en dus kan grondwaarts. Schoongehaakt door Zuid-Afrika. Lekker schoppie, misschien een rapsie diep door Bijval. Vos het onder druk. Davy Sneeman, die nummer 15 was ook bij met Bijval. Willem Kutsie gaan die merkie bewaakt daar. Nintig seconden speelt dit oor en dan beseringstijd. Buster van Wijk en Willem Kutsie wat zo voor in de storm. En Vos is de schop. Ja, trek uit. Nalke wedstrijd hier. Gaat het diep wees van Monet op de zee en Stoffberg erachter of vlak voor Kevin de Klerk op 2. De Klerk met een prachtige meester. Nummer 6 moet ik het 70ste omdrijven. Christen van Wijk met die wegbreuk van die scrum af. Hamish McDonald wat sterk wel gegooid ook van New Zealand. De lijnstaan wordt gecanceleerd. Het wordt een vaste scrum. We zien hoe Zuid-Afrika weer een goede bal eindelijk niet vinnig genoeg kan benutten. Schoon gesprongen door de Klerk en het eindigt dan in die scrum waar Goeien die bal kan aangooien. Weer eens de story van de scrum met een duie stort aan de kant. Strauss en Perry Harris op elkaar hier boer. In die staanspel was het zo dat schijnbaar Harris niet staande kan blijven. In Johan Strauss neer. Bijval wat daar voor Duncan Robertson onder druk plaats. En die komt Betty binnenveld langs. Maar hij weer terugkomen, die vlek het geblazen. Hij is baie verbaasd. En achterloosig of... Ja, gelukkig het ons niet een microfoon hebben, want dit is een onuitzaaibare woord daar. Een strafskop tegen de All Blacks.
schijnbaar van onkant spel. Een amtelijke speeltijd nu voorbij van de Gerald Bosch die bal gaan stellen. Gerald Bosch, zijn zesde schoppaden toe. Twee was aan die kool, wordt geslagen met de doelschop. Lastige hoek voor Gerald Bosch. Hij gaat waarschijnlijk op ankerol of rechts voorbij, net rechts voorbij. En die les die wat beseft dat hij de bal moet aan die leven houden, want die Sierant is achter. Dus Betty wat begint brengen zijn doelgebied. Uit naar voorzet. Jan Oosthuizen bij hem. En daar gaan Leslie. Bruce Robertson. Loopt hem vast in Stofberg. Going waar die bal door slinger. Brian Williams wat hem aan die leven houden. Binnenkant toe. Duncan Robertson brengen zijn kwartgebied. Willem goed zeer bij. Going onder druk. Bijna zijn doelpalen. En die bal gaat niet uittrekken. Die. Snijman. Deur naar Pirouwek toe. Naar Bonnet de Plessis. Naar Boland Kutsie. Dat is 20, dat is 10 treffen van die doellijn van New Zealand. Goeie spel door Zuid-Afrika. Bonnet de Plessis. 2 minuten investeringstijd is hij steeds de leider van die span wat voorloopt. 12-10. We zien hoe desperaat New Zealand aangevallen het. Hulle beseft dat punten en punten alleen hulle hierdie toets kan het winnen. Going, hou die bal binnen. Davie Snijman, het geleerdheid voor de schepskop. Er komt een linkervoet schepskop. Wat oortrek! Een linkervoet schepskop van Davie Snijman. Wat oortrek! En Zuid-Afrika is 15-10 voor. Bijna 3 minuten investeringstijd. Brian Williams met haar foula ster aan die bal. Gaan hem bij zijn voorspelers hebben van het diep. Bijna desperate kopjes. Holland kunt zien wat onder die ballen is. Twijfel. Ver veld van Bettis en zijn knieën moet draaien. Klopt die bal binnen toe. Hij zal misschien een hard op gaan. Naar voorzet. En meneer Steve strijdt om beslist dat Betty buiten die veld was. En die bal ook. En hier diep ingegooid gaat het werk. Stewart wat aangekeerd wordt. Stofberg en beheer van die bal op die kwarting van die Zeeland. Betty wat zelf daar in die kern van die losgemaal is. Going. Gestuurd door Bosch. Stewart wat verder neemt. Wie ben hier losgemaal? Burger Zuid-Afrika zijn afgebied. Going naar voorzet wat slecht aanslaan. Steeds aanslaan. De spel gaan voort. Maar dan eerst worden de vaste scrum en Zuid-Afrika zijn ingooi. En die vierde minuut van baseringstijd. En de Zeeland probeert alles om die achterstand van 5 punten uit te wissen. Loskop een gooi voor Zuid-Afrika. En daar gaan die scrum weer grond toe. Hier aan die kant waar Loskop per 18 vastkop straks terug. De Zeelandse 10-3 stippelijn daar. Wijfel. Nee, hij is niet behoorlijk aan die. Bruce Robertson waar die 3 gedrukt heeft van die Zeeland kan terugkomen. Lucy stap aan, bijna 5 minuten baseringstijd. Van Zuid-Afrika die bal uit. Ja, Bijvel. Slim, schop ik dwars en laat die bal uitrol. Ja! 10 meter voor het doellijn van Zeeland en die wedstrijd is voorbij. Die mannen komen van het veld, die wedstrijd is voorbij. En Zuid-Afrika loopt 2-1 voor en hier in 1976 toetsreeks. Binnen voor die punten gekomen. Na 7 minuten. Van Duncan Robertson op dynastisch deur en New Zealand is 4-0 voor. Na een kwartier, Gerald Bosch slaagt de strafdoel en er is 3-4. New Zealand antwoordt met een enorme strafdoel door Williams.
Een skop van minstens 55 meter en die Seeland is 7-6, 7-3 voor. 5 minuten later, Gerald Bos het tweede straf toe. 7-6 wat ook die rust telling is. Toe in die 17e minuut onderskep Johan Oosthuizen. Hardloop 40 meter, gaan terug na die padde. Bos maakt het 6 punten werd en Zuid-Afrika is 12-7 voor. Toe Williams het tweede straf toe ook weer een lange en nekkie zien. En die Seeland krijgt nader 12-10. En dan pas met die linkervoet in beseringstijd de skep toe. Skep toe door Davy Steyman. En die eindtelling is 15-10 in die gunst van Zuid-Afrika. Wat 2-1 voor is. En Zuid-Afrika kan hierdie toetsreeks niet meer verloor nie. Anders gestel, die Seeland kan nie die eerste span word wat de toetsreeks in Zuid-Afrika wen nie. Al wat oorblij is die groot wedstrijd in die Vrystaat aanstaande zaterdag. En dan die vierde en laatste toets in Johannesburg. Dit is dan die eindtelling op Nieuweland. 15 voor Zuid-Afrika, 10 voor Nieuw-Zeeland. En terug naar Auckland Park.